Ik, Menno van Koelhoorn, de Friese vuurleeuw, ben de ingenieur van meerdere vestingwerken van de Zuiderfrontier. Nadat de Fransen in 1672 ons land hadden aangevallen, begon ik plannen te maken. Want dat wilden we nooit meer. Ik versterkte en vernieuwde niet alleen bestaande vestigingen zoals Zwolle, Nijmegen, Graven en Breda, maar reeg ook de vestigingen aan elkaar en liet het zo één linie vormen, de Zuiderfrontier. Deze linie vormt een sterk front tegen onze vijanden. En met klap op de vuurpijl konden wij de gebieden onder water laten lopen als bescherming voor ons land. De vijand zal belemmerd worden in zijn invasie en wij gebruiken onze terreinomstandigheden optimaal. Dat was mijn idee. En tot op de dag van vandaag is mijn werk nog steeds te bewonderen. Ik, de vorst der ingenieurs, wist dat te maken en ben ook wereldwijd bekend geworden. Ja, zelfs in die tijd al. Ik houd van de vrijheid en leef vol vertrouwen op mijn vaderland. Ik neem het op voor mijn landgenoten en de dienst voor mijn vaderland. Het belangrijkste is om kalm te blijven, te midden van oorlogen, om zo, net zoals ik, de vijand te slim af te zijn en verder te denken dat wat men dacht wat mogelijk was. Wil je meer over mij weten? Neem dan een kijkje op en ik zal je meenemen met mijn inspectiereis.